Voorzitter, collega's, meneer Hoepo heeft een paar verstandige dingen gezegd vandaag. Als u zegt, we moeten allemaal voor eigen deur keren en we moeten er samen voor zorgen dat we in het geheel door Europa als een geheel bekeken worden, wel, dan kan ik u meedelen dat in tegenstelling tot de federale regering die telkens opnieuw haar eigen doelstellingen bijstelt en haar eigen doelstellingen niet haalt, dat we, geloof ik, in dit land één regering hebben die drie keer op rij al een begroting in evenwicht heeft, geen tekort van zoveel procenten, een begroting in evenwicht heeft. En ik geloof, meneer Di Rupo, dat dat de begroting is waar de regering is waar de N-VA van deel uitmaakt en waar wij de minister van Financiën en Begroting leveren. Dat was een verstandig stukje van hetgeen wat u antwoord heeft. Het tweede stuk was een beetje gevaarlijk, denk ik, voor de mensen die samen met mij ongerust zijn. Ik wil u even meenemen naar Goede Vrijdag, waar uw vicepremier van de Open VLD buiten komt en zegt: we hebben goed gewerkt, we hebben geen minimumbelasting voor bedrijven, we hebben geen belasting voor intercommunales en we hebben geen btw-plicht voor advocaten vandaag. We zijn 2 maanden verder en wat hebben wij? Een minimumbelasting voor bedrijven, btw voor advocaten en we hebben een belasting op de intercommunales. Meneer Di Rupo heeft daar straks gezegd: U heeft daar straks gezegd, meneer Di Rupo, we hebben geen... Meneer Di Rupo, we hebben... U zegt daar straks hier in uw antwoord, we hebben geen algemene btw-verhoging, we hebben geen verhoging van de druk op arbeid, we hebben geen verhoging van de accijns op diesel, we hebben geen verhoging van de accijns op diesel en we hebben geen algemene crisisbelasting. Meneer Di Rupo, u zal begrijpen dat ik samen met heel veel burgers die vandaag nog belastingen betalen in het land, zeer ongerust zijn. Want hetgeen wat op Goede Vrijdag gezegd werd dat we niet gingen hebben, hebben we vandaag dubbel en dik. Hetgeen wat u vandaag gezegd heeft wat we niet zullen hebben, wel, dat is onze vrees voor het miljard wat u nog gaat zoeken. Meneer Di Rupo, ik mag een man van theorie zijn, ik sluit af, voorzitter. Ik mag een man van theorie zijn, ik stel vast, u bent niet de regering van de kille besparingen. U bent de regering van de wurgende belastingen.